Ja, kom maar. Hier ook. Turfmarkt 147. Wat is er gebeurd? Kamervragen. Over klokkenluider Huig Plug. Vandaag heeft Wiebre van Haga op 2 augustus 2022 20 kamervragen over mij en mijn zaak gesteld. En ongekend. Wiebren en BVNL heel erg bedankt namens mij en mijn collega's van het Scheveningse Gevangenisziekenhuis. En waar gaat het om? Om de inspectie Justitie en Veiligheid en de dienst Justitiële Inrichtingen. Die hebben gefraudeerd in mijn zaak. Een groot schandaal. Meer dan 14 melders zijn belazerd door de inspectie en DAI. De directeur somatische zorg, 3 artsen van het gevangenisziekenhuis, 7 verpleegkundigen, 4 PIW'ers. Heel veel meldingen heeft de inspectie nooit behandeld. En ik werd als klokkenluider eervol ontslagen en gecriminaliseerd. Maar vandaag 20 kamervragen. En er worden ook namen van ambtenaren ingenoemd. En als ze ergens een hekel aan hebben hier bij justitie, is het kamervragen. Maar ook inspecteur-generaal Corvinus wordt genoemd. En Hans Faber. En zij hebben aangifte tegen mij gedaan, waardoor ik op 8 maart 2022 door een arrestatieteam uit mijn nest ben gehaald. Hun aangifte is gebaseerd op valse beschuldigingen en het is een valse aangifte die door officier van justitie Masselink in Breda is aangegrepen om mij te criminaliseren. En dat proces moet nog, komt nog in de rechtbank voor in Breda, maar er is sprake van een valse aangifte. En deze kamervragen, er is beeldmateriaal aanwezig waaruit bewijst dat justitie heeft gefraudeerd. Er zijn audio-opnames, er zijn documenten, er zijn notulen, er zijn getuigen. En ik ga ze oproepen in diverse zaken. Als ik voor me kom in Breda, ik wil mijn getuigen, geheime getuigen ga ik ook oproepen. Er is zoveel materiaal, het stinkt. En secretaris-generaal Schoof is erbij betrokken. Henk Corvinus, de oud-raadadviseur van Mark Rutte. Mark Rutte kent deze affaire ook. Hugo de Jonge's inspectiedienst heeft gefraudeerd met een rapport over het Scheveningse Gevangenis Ziekenhuis. Deze bouwminister moet gewoon aftreden. Het zou toch fantastisch zijn als Rutte vandaag af moet treden. De hele schijnheilige bende. Kamervragen. Kan je nog even inzoomen? Vragen? Ik ga ze thuis even nog even inzoomen. Maar de kop is klokkenluider Huig Plug. Ja, ik heb het niet geregisseerd. Ik ben heel blij met de vragen van Wiebren van Haga. En de antwoorden. Ja, misschien kennen wij alle antwoorden wel. Wij weten hoe het stinkt. En het gevangenispersoneel mag niet langer in de steek worden gelaten. Het gevangenispersoneel van het belangrijkste gevangenis van de wereld. In Scheveningen, waar de VN-gevangenis staat. Die mensen zijn in gevaar. En de gedetineerden zijn ook in gevaar. Er hoort niet te worden gefraudeerd met rapporten. Dat betekent ook dat je detentie langer kan duren. Want ze frauderen met van alles. Aangestuurd door de ministers op de 8e etage. Ze weten er allemaal van. Sorry Frank Weerwind en Dylan Jessicus. Ik ben niet boos op jullie. Jullie moeten optreden tegen de corruptie. Willen jullie het oplossen? Nou, bel me dan maar op. Graag zelfs. En dan komen we er misschien nog uit. Maar de rotte appels moeten eruit en die moeten strafrechtelijk vervolgd worden en zij moeten naar de gevangenis. En maak mij maar directeur van die gevangenis. Ik zal ze op een humane manier behandelen. Echt. Het is niet pluis bij het DAI, het is niet pluis bij justitie. Kamervragen, 2 augustus. Ik ben heel blij, content. Het is niet zaligmakend, maar het is een stap. Huig Plug uit Katwijk aan Zee, klokkenluider van justitie. Op het terrein van justitie hier ook. De toren van Babel. Film het nog maar. Niets is wat het lijkt hier ook. Niets is wat het lijkt in Den Haag. City of Peace and Justice. Maar het is precies andersom. Het is de omgekeerde wereld. Niet vergeten. Dit is de website van de Tweede Kamer. En zoals je kunt zien, 2 augustus, de klokkenluider Huig Plug, kamervragen. En er zijn al eerder kamervragen gesteld in 2020, maar daar heeft Dekker, minister, gelogen. En Marcus Hoer, de kamervragen waren van Marcus Hoer in 2020. En in 2021 heeft hij mij ook nog genoemd in een commissiedebat, Gili. Waarvoor dank. En dan klikken we hierop. De website doet een beetje moeilijk af en toe.
En nou, dat is toch mooi, de klokkenluider Huigplug. Ja, ik heb dit niet verzonden. Heel mooi, gewoon hoe het is. Oké. En dan moet ik even hier kijken. Nou, daar staan ze dan. Vragen van het lid van Haga. Aan Frank Weerwind, minister van Rechtsbescherming. Kent u de opname oud-collega's van Klokkenluider Huigplug? Dat is opgenomen door cameraman Trevor en Rick Kuitums van LNN Media. Dank jullie daarvoor. Dus deze kamervragen zijn ook dankzij jullie worden die gesteld. Dus daar ben ik en mijn collega's uit Scheveningen heel erg dankbaar voor. Want ja, ik ben al onder vuur genomen, maar mijn collega's hebben nog steeds te maken met een angstcultuur in het Scheveningse gevangenisziekenhuis. Er zijn al 5 jaar lang meldingen gedaan. Het enige gevangenisziekenhuis van Nederland. Wat is hier gebeurd? De directeur somatische zorg is opgestapt 2 weken na mijn eervol ontslag. Niemand heeft het erover gehad. En hier, ja, heel belangrijk, een naam wordt genoemd. Hans Faber, die heeft een onjuist rapport gefabriceerd. En hij heeft aangifte tegen mij gedaan, waardoor ik in de gevangenis belandde. Dat kan toch niet? Dat kan wel, want het gebeurde is in Nederland gebeurd. En de politie, Leiden en Katwijk en Den Haag hebben mij geïntimideerd. En ik ben door een arrestatieteam opgehaald. Come clean, jongens. Goeie vragen. En ik hoop dat er nog meer kamervragen gesteld gaan worden. Inspecteur-generaal Corvinus mocht zijn eigen rottende vlees onderzoeken. Dat is natuurlijk ook krankzinnig. Hij heeft zijn hele team buiten schot gehouden. En ik en mijn collega's zeggen, de rapporten deugen niet. Bent u bekend dat Plug de beide publicaties van Faber, januari 2020, en inspecteur-generaal Corvinus betwist? Het is gewoon, ze hebben alle cruciale informatie uit het dossier weggelaten, uit de rapportbrief. Ze hebben gelogen. En ze hebben het personeel in de steek gelaten. En dit zijn de zogenaamde topambtenaren. Shame on you, Henk Corvinus, oud raadadviseur, ook betrokken bij het MH17-onderzoek. Het moet toch maar even gezegd worden. Wiebren van Haga en BVNL, bijzonder bedankt namens het Scheveningse gevangenispersoneel en namens alle mensen van DEI. Het gevangeniswezen staat in brand. Personeel kan er niet meer tegen. En de kluit wordt belazerd door de top van het ministerie. Grijp in, politiek. Mark Rutte weet ervan. En ik kan het bewijzen. En ik wil gewoon dat er schoongemaakt wordt op alle departementen. Mijn naam is Huigplug, Katwijk aan Zee. Klokkenluider van justitie. Erkend door de expertgroep Klokkenluiders. Niet vergeten, hè? Niet vergeten. Nooit vergeten.